Hallo iedereen, welkom. Goedemorgen, welkom in een nieuwe week. We zijn weer al halverwege de maand. De tijd vliegt toch zo snel. Maar net daarom is het des te belangrijker om gewoon plezier te hebben en de dingen te doen die jou vreugde brengen, die jou goed laten voelen. Vandaag is het thema eigenlijk op vraag van iemand waarmee ik ook al een hele tijd samenwerk. En de vraag was eigenlijk van, ja, Lindsay, en dat is niet alleen die persoon, maar het is eigenlijk een stuk die ik al bij verschillende heb zien terugkomen. Hoe vind ik alles wat ik steeds gezocht heb in een ander? Hoe doe ik het nu en hoe vind ik het dan in mezelf? En dan gaat het over zaken zoals zorg, aandacht, veiligheid, geborgenheid, steun, hè, weten dat er iemand is die jou kan helpen. Liefde, warmte. En dat zijn ook dingen waar ik zelf ook tegenaan gelopen ben. In die zin dat ik ook mocht aankijken en weer anders gaan invullen na mijn echtscheiding. Want om een voorbeeld te geven, waar dat toen ik nog thuis woonde, ik heel vaak beroep kon doen op mijn ouders. Hè. Als het om emotionele, meer gevoeligere zaken gaat, of dingen rond koken en wat dan ook. Hè. Of die huishoudelijke dingen, dat was meestal bij mijn moeder natuurlijk. En dan dingen rond financiën, rond de auto's. Ja, je kent wel die stereotype dingen, dan had ik mijn vader. En toen ik het huis vertrokken ben, dan ben ik bij mijn nu ondertussen ex gaan wonen. En dus nam hij eigenlijk op een of andere manier wat de rol van mijn vader over. En het stuk waar ik eigenlijk afhankelijk als tiener bij mijn moeder voor terecht ging, dan vond ik dat in mezelf. Nu, het moment dat ik dan alleen gaan wonen ben, dus eigenlijk na de echtscheiding hier ben komen wonen, alleen met mijn kinderen, dan waren er een aantal zaken dat ik mij op betrapte, dat ik zoiets had van, oh damn, nu moet ik dat alleen doen. En dan ging het echt over stomme dingen. Maar ook daar moest ik echt weer gaan leren van, oké, iets met de auto. Ja, het is niet omdat ik een vrouw ben en daar eigenlijk altijd al mijn vader of mijn ex toen voor gebruikt heb, dat is waar. Hè, dat zij dat gewoon automatisch of natuurlijk op zich namen, dat ik dat niet zelf kan. Dus dan ben ik mezelf daar gaan toe verplichten om ook veel meer die zaken zelf te gaan doen. Want het is niet omdat ik een vrouw ben of omdat ik het nooit gedaan heb, dat ik het daarom niet kan. En als er echt dingen zouden zijn, bijvoorbeeld gewoon omdat je als vrouw iets minder spierkracht hebt dan mannen, dan zijn er altijd genoeg andere mannen in jouw omgeving, in jouw wereld, zeg maar, buren, vrienden, die eigenlijk jou daar dan kunnen bij helpen. En op dat moment kan je dan ook weer die hulp vragen. Maar je bent er niet afhankelijk van. En daar gaat het eigenlijk het grootste stuk over. Zeker wanneer wanneer de relaties ten einde komen, dan loop je eigenlijk een beetje tegen het stuk aan van ja, oké, en nu? Eigenlijk iets wat iemand anders altijd heeft opgevuld, dat moet je nu plots zelf gaan opvullen. En dat is gemakkelijk om een voorbeeld te geven, hè, zoals ik daarnet gezegd heb, als het gaat over dingen rond de auto of hele technische zaken. Niet dat ik dat niet kan, maar dat wordt automatisch sneller gedaan door de man, de scheuzes als het ware. Dan mag je dat ook alleen gaan doen. En dan kom je vaak ook tegen het gevoel van, ik sta er nu alleen voor, ik moet het nu alleen doen. Maar ook dat is weer een overtuiging, is ook maar een manier waarop je er naar kijkt. Nu, wanneer dat gaat over zorg, veiligheid, geborgenheid, steun, liefde, warmte, erkenning, goedkeuring en noem maar op. Als het om die behoeften gaat, dan is het belangrijk dat je begrijpt dat we eigenlijk van zodra we geboren zijn, een stuk afhankelijk zijn van onze ouders, van onze zorgfiguren. En dat heeft te maken met die basisbehoeften. En dus afhankelijk van hoe oud je bent, hè, bijvoorbeeld als een baby, dan is die veiligheid en die geborgenheid veel belangrijker dan het feit dat je erkend wordt. Of het feit van goedkeuring, of het stuk naar waardering en dergelijke. Maar natuurlijk, we mogen ervan uitgaan dat idealiter iedereen eigenlijk al die basisbehoeften op optimale 100% zou krijgen van onze ouders. Maar natuurlijk, onze ouders, die zijn ook maar producten van hun ouders, van de maatschappij, van wat dat zij opgekregen hebben, meegekregen hebben.
En dat betekent dus dat wanneer zij nooit bijvoorbeeld voldoende veiligheid gekregen hebben van hun omgeving, of nooit die zorg gekregen hebben, of nooit die liefde gekregen hebben, of nooit de steun gekregen hebben, of nooit de goedkeuring gekregen hebben, dan konden zij ook niet, doordat ze het niet ervaren hebben via iemand anders, is dat ook heel moeilijk om dat in zichzelf te gaan interneren en te gaan verinnerlijken, dus in zichzelf te gaan zoeken. En dat is eigenlijk hetgeen wat er gebeurt, wat dat je eigenlijk ook getoond wordt, dat je mag gaan leren, is wanneer dat je uit een relatie komt en dan merkt je dat je eigenlijk altijd op die persoon beroep deed voor die zorg, voor die veiligheid, voor die liefde, voor die warmte, voor die steun, dat eigenlijk niks ook te maken heeft met die persoon. Die persoon was daar eigenlijk op dat moment om die bepaalde basisbehoeften, waar dat jij nog niet geleerd hebt om die in jezelf te gaan vervullen, om dat eigenlijk te tonen waar dat jij dat niet voldoende gekregen hebt van jouw ouders, zus als kind zijnde. En die basisbehoeften, die eigenlijk de volledige cyclus, dat loopt eigenlijk van ongeveer 0 jaar tot 12 jaar. En dan beginnen we eigenlijk opnieuw. Dus eigenlijk vanaf 12 jaar gaan we weer heel die cyclus door van al dezelfde basisbehoeften. Omdat we eigenlijk weer een tweede kans en een derde kans en een vierde kans en zo verder krijgen. Totdat we geleerd hebben om vanuit bepaalde theorieën zijn er minstens 12 basisbehoeften. Ik zal ze onder straks onder de video ook eventjes in de comments zetten, zodanig dat je weet waarover dat die basisbehoeften gaat. En ik kan kijken van hoe zit het voor mezelf. Zodanig dat we dan eigenlijk die ook kunnen gaan aankijken en gaan vullen vanuit onszelf. En dan ga je merken dat je ook dat stuk niet meer gaat getriggerd worden in relaties. Dus in eerste instantie, wanneer dat jij ook het gevoel hebt van ja, hoe vind ik eigenlijk dat in mezelf? Want ik heb dat altijd gezocht en altijd gevonden bij iemand anders in relaties of wat dan ook. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom de meeste mensen altijd voortdurend zijn en van de ene relatie naar de andere relatie hoppen en het lastig vinden om gewoon met zichzelf te zijn. Dus is het belangrijk dat je begrijpt dat eigenlijk de enige reden waarom dat je dat blijft zoeken bij die anderen, dus voortkomt vanuit je liefde in jezelf. En die leegte in jezelf, heb je de overtuiging dat je dat niet zelf kan vullen. Maar je hebt dat geleerd als kind zijnde, dat het jouw ouders waren of andere mensen buiten jou af die daar verantwoordelijk voor waren en dat die dat konden. Dus we hebben nooit geleerd om dat bij onszelf te gaan invullen, om dat zelf te gaan aan die behoefte gaan voldoen zoals dat wij voelen dat we nodig hebben. Dus dat is eigenlijk een eerste punt. Dus begrijpen waar dat komt. Dus het heeft te maken met die basisbehoeften als kind zijnde. En twee, het feit dat je het gaat zoeken bij anderen is eigenlijk omdat je het op een verkeerde manier naar kijkt. Dat je dus die overtuiging hebt van dat dat niet mogelijk is. Dat je, eigenlijk wist je niet dat het mogelijk was om die behoeften in jezelf te vervullen. Dus het is ook hier belangrijk om te kijken van welke overtuiging heb ik daarover? Wat zit er eigenlijk achter? En waar ben ik bang voor? Want natuurlijk, liefde geven aan jezelf, dat is gemakkelijk gezegd, maar dat is niet altijd gemakkelijk gedaan. En dat zijn dingen, dat zijn nieuwe patronen dat we moeten aanleren. Een nieuwe manier van ons leven vorm te geven. Nieuwe gedachten, maar ook nieuwe emoties. En dat is dan het stuk waar dat het ego in komt. Wanneer je nieuwe dingen probeert te bewerkstelligen in je leven, probeert te integreren, dan is constant dat ego daarvan. Ja, maar ja, dat kennen we niet. Dat is nieuw. En misschien is dat wel niet zo veilig. Misschien zouden we beter gewoon blijven bij hetgeen wat we kennen. Maar dat maakt jou niet gelukkig, want anders zou je niet naar deze video kijken en zou je niet op het punt zijn dat je daar meer wilt over weten. Dus dan is het ook belangrijk om jouw ego te zeggen van oké, ik ben dankbaar dat je mij wilt beschermen, maar nu gaan we dit pad volgen. Dit voelt beter, daar blijven is niet oké. Voelt niet oké. Dus een tweede stuk daarin is dat je ook begrijpt dat eigenlijk alles wat je nodig hebt, dat dat al in jou aanwezig is. En wanneer je het gevoel had dat iemand anders jou die zorgveiligheid of die liefde spiegelde, die basisbehoeften voor jou vervulde, dan is dat enkel maar alleen omdat die persoon niet dat geeft aan jou, maar omdat die persoon dat spiegelt. Die persoon spiegelt wat al in jou aanwezig is. Niemand anders kan jou liefde geven als jij niet die liefde al hebt in jezelf. Je kan die warmte van iemand anders niet ervaren als jij die warmte niet in jezelf hebt. Dus eigenlijk wat dat je ziet in een ander, of het nu gaat of positief of negatief,
is altijd een weerspiegeling van jezelf. Dus als jij iemand ziet met heel veel liefde en heel veel warmte van die persoon voelt, dan is dat omdat je mag begrijpen dat dat eigenlijk ook iets is die bij jou aanwezig is. We zijn eigenlijk volmaakt en compleet geboren. Alleen zijn we gaan geloven dat we heel veel dingen missen, dat er van alles verkeerd is met ons. Maar er is niks mis met jou. Er is niks verkeerd met jou. Het enige wat je verkeerd geleerd hebt, is hoe dat je dingen interpreteert. En het is 11:11 op dit moment. Is hoe dat je dingen interpreteert. En ook dan zitten we weer bij hetzelfde. Het gaat over hoe dat je kijkt, hoe dat je denkt over wat er mogelijk is. En dat is het stuk waar jij eigenlijk jezelf nog beperkt en jezelf nog tegenhoudt. Of als niet krachtig genoeg ziet, of als niet mogelijk ziet. Maar dat is het wel. Dus begrepen dat alles er al is, dat alles wat je nodig hebt er al is, is eigenlijk weer de volgende stap in het veranderen van je mind. Zodanig dat je inderdaad zegt van oké, ik heb de ander niet nodig. Ik ben heel in mezelf. Ik heb die liefde in mezelf, die veiligheid, geborgenheid en al de andere zaken. En wanneer iemand in mijn leven komt, of dat nu als vriend is of als relationeel of maakt niet uit, dan voegt die een extra waarde aan toe aan hetgeen wat er al in mij aanwezig is. Maar die vult geen leegte. En dat maakt dat je eigenlijk heel onafhankelijk en supersterk wordt. Want je hebt ook de ander niet nodig om jezelf gelukkig te voelen. Er is niets in je realiteit of in je materiële wereld dat je nodig hebt of die een voorwaarde is om je gelukkig te voelen. Je bent geluk, je bent de liefde. Zonder meer, zonder voorwaarden. Het is niet zo van, als ik 1 miljoen euro op mijn rekening heb, zal ik gelukkig zijn. Nee. Je moet eerst gelukkig zijn en dan creëer je de omstandigheden om dat 1 miljoen euro op je bankrekening te laten verschijnen. Niet omgekeerd, nooit omgekeerd, want het zijn totaal twee verschillende frequenties. Je zou het kunnen vergelijken, maar je zit in twee verschillende appartementsgebouwen. En hoe vaak je ook op en neer gaat met de lift, je gaat nooit in het andere appartementsgebouw raken. Dus je moet eerst naar buiten gaan, een aantal zaken veranderen, een aantal stappen zetten en dan ga je het wel kunnen ontvangen. Dus ook hier is het dan belangrijk dat je de focus verlegt. En komt het eigenlijk, of dat ook hierover gaat, over iets anders dat je wil gaan manifesteren, komt het op hetzelfde neer. Je kan niet iets ontvangen wanneer je steeds nog in de vibratie van tekort, van afgescheidenheid, van eenzaamheid, van iets wat er niet is. Dat lukt niet om dan dat ding wat je wilt gaan aan te trekken. Dat lukt niet. En daarom dat ik ook deze morgen een mail uitgestuurd had, met een hele happy peppy, misschien too much vibe. Maar dat is net om jullie te laten voelen van dat je niet van punt A naar punt Z geraakt als je constant in de vibratie van A blijft. Het is nodig om een aantal zaken in jezelf te gaan veranderen en te gaan transmuteren, zodanig dat je in die frequentie, die hogere frequentie kan komen om dan die dingen te ontvangen die je wilt ontvangen. Dus je focus verleggen is zo belangrijk. Ik heb het vaak ook uitgelegd bij verslavingen. Vaak is het zo, bijvoorbeeld bij alcoholverslaving, dat dan gevraagd wordt, schrijf op hoeveel keer dat je eraan denkt, schrijf op wat dat erachter zit. Ja, oké, in het begin is dat belangrijk om daar bewustzijn over te krijgen, maar op een bepaald punt heb je het niet verder, want net het opschrijven van, ik verlang daarnaar en ik wil daar, maar het is tegelijkertijd een probleem en ik wil het niet. Ja, dat houdt je in die vibratie van dat probleem. Dus gewoon focus verleggen naar de dingen waar je wel graag doet. Ga gaan creëren, ga gaan schrijven, ga creatieve dingen doen, ga dingen doen wat je leuk vindt. En dan ga je automatisch merken op het einde van de dag dat je eigenlijk geen enkele keer eraan gedacht hebt. Waarom niet? Omdat je focus erin laat. Waar je energie naartoe stuurt, de dag groeit. Dus zolang dat jij blijft denken aan, ik heb schulden. Oh, ik heb ik weet niet hoeveel rekeningen die binnenkomen. Ja, dan gaan er altijd maar rekeningen binnen blijven komen. Ik had het vorig jaar met verkeersboetes. Totdat ik mezelf erop betrapte dat ik eigenlijk ook al constant erop gefocust was van ah, ik hoop maar dat ze niet staan te flitsen of ik hoop dat ze daar of daar of daar of daar. Terwijl dat eigenlijk daarvoor zorgde dat ik gewoon nog meer boetes aantrok om hier of andere bizarre reden als het ware. Dat was geen bizarre reden. En ik reed ook nooit niet heel veel te snel, maar ja, als het 50 is, hij reed 54 of 55 gecorrigeerd, dan krijg je natuurlijk nog altijd die boete. Ook dan had ik weer door dat het gewoon was, omdat ik constant daarop bleef gefocust worden. Zelfs op een hele subtiele manier, in die zin dat je langs de weg gewoon zo aandachtig bent, omdat je weet dat er een aantal plaatsen zijn waar ze kunnen staan. Dus door mijn focus weer te verleggen, ben ik eigenlijk weer uit die
ja, uit die malle molen, uit die, ik kan niet op het woord komen, maar je snapt wat ik bedoel, er eigenlijk uitgeraakt en dus daar eigenlijk ook weer komaf mee gemaakt. En dat werd met alles zo. Alle dingen wat je niet wilt, dat je niet wilt ervaren, focus er ook niet op. Je weet dat ze er zijn, maar je kan ze en je zal ze alleen maar oplossen door je focus te verleggen en dus het andere aan te trekken. Het is dus ook belangrijk dat je zegt van, dat je niet zegt van ik wil geen schulden meer, maar dat je zegt van ik wil veel meer geld ontvangen. Ik wil me goed voelen. Ik wil me gelukkig voelen. En dat gaat ervoor zorgen dat doordat je daar jouw frequentie en jouw energie naartoe stuurt, dat dat hetgeen is die in jouw lichtenergie, in jouw lichtlichamen en in jouw licht, ja, in jouw energieveld vibreert. En dat trekt dan die gelijkaardige situaties aan. Maar wanneer je constant gefocust bent op schulden en op rekeningen moet betalen en op het feit dat je nog geen partner hebt en het feit dat je alleen bent en het feit dat dat en dat en dat en dat, dat verkeerd gaat, ga je alleen maar nog weer van hetzelfde van aantrekken. Dus dat zijn de zaken die superbelangrijk zijn. Dus zorg ervoor dat je weet over welke basisbehoeften gaat het. Wat is het dat je altijd gezocht en gevonden hebt in anderen, maar dat je nu mag gaan vullen en geven aan jezelf voornamelijk. Twee, weet dat je eigenlijk zelfs daar niets moet geven, want het is er al. Je moet het gewoon erkennen en nog dieper gaan vullen, gaan voelen. en je begrijpt waar dat vandaan komt. Hè? Dus eigenlijk die overtuiging verandert die overtuiging van oké, ik heb het niet nodig van iemand anders, want ik heb al wat. Ik ben al heel, ik ben al volmaakt, ik ben al liefde, ik ben al overvloed, ik ben al wat dat ook maar is dat je hebt of wilt. Dus wees bewust van die tekortmentaliteit, van die lekmentaliteit. En dan verleg je focus. Erken waar dat je dat tekort en die leegte of wat dan ook, die afscheidenheid voelt. En verleg dan je focus naar wat je wel wilt. En elke keer dat je voelt dat of je merkt of jezelf erop trapt dat je terug in die beperkende overtuigingen zit, roep jezelf tot de orde en verander het weer. En dat is een manier waarop je dag voor dag eigenlijk een nieuw en een ander leven gaat vormen. Misschien dat je in de eerste dagen dat je dat doet, dat je niet veel verschil gaat merken. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer dat het weer een automatisme wordt. En hoe sneller dat je, ook wel, hoe fijn ook, maar hoe klein ook dat de dingen zijn die verschuiven, dan ga je merken dat je energie daar ook in verschuift. Plus, wat dat behulpzaam is, focus op de dingen die goed gaan. Alles maar gewoon een vogel die bezig is in de tuin of de prachtige man die nu aan de hemel staat en zo heel mysterieus schijnt. Of de zon die opkomt. Of bepaalde wolken. Of de knoppen dat je bepaalde bloemen zelfs weer ziet. Dat je merkt dat het leven weer wat begint te stromen. Gebruik die dingen die er zijn. Die een vaststand gegeven zijn. Die zelfs niks te maken hebben met hetgeen waar je zo wel of niet tegenaan loopt. En dat ga jou in de frequentie en de vibratie van dankbaarheid, van liefde brengen. En van daaruit ga je merken dat je dan weer verder kan. Nu, in ieder geval, als je problemen ervaart, als je merkt van ja, ik loop daar ook tegenaan en ik hop inderdaad, of ik shop als het ware van relatie naar relatie om bepaalde behoeften te vullen en ik wil dat niet meer, weet dan dat je zeker met mij kan samenwerken daaromtrent. Zeker ook als je wilt een diepe zielsrelatie, zielsconnectie aantrekken, dan is dit punt een heel belangrijk punt. Want van zodra dat je nog resten van afhankelijkheid zal tonen in een zielsrelatie, zoals bijvoorbeeld een tweeling met een tweelingziel, maar zelfs ook bij soulmaten, dan ga je merken dat je eigenlijk door die energie van afhankelijkheid de andere wegduwt. En waarom is dat? Dat systeem is er omdat we zouden gaan kijken naar die afhankelijkheid. En dat we zouden leren dat we eigenlijk de anderen niet nodig hebben. Dat wanneer dat we sa willen samenkomen met een andere ziel om die liefde en die diepe connectie te ervaren, dat we eerst mogen weten en begrijpen en voelen in elke cel en elk wezen dat we al volmaakt en compleet zijn. En dus dat we anderen in principe niet nodig hebben, want ze zijn een meerwaarde en aanvulling. En ze maken ons leven nog beter. Maar ook al was jouw leven al goed. Dus heb je hulp nodig? Kijk aan de linkjes hieronder hoe, op welke manier dat we kunnen samenwerken. Heb je vragen, ook zoals deze? Zet ze gerust op een mail via de contactpagina op de website. De katten gaan weer tekeer. Dan kijk ik op welke manier het beste is om te antwoorden. Als het heel, heel, heel persoonlijk is, dan stuur ik wel een mail terug. Maar als het eerder algemeen is of algemeen kan beantwoord worden, dan maak ik hier een video over, zodat ook andere mensen er iets aan hebben.
Zo, dat was voor vandaag. Ik wens je een super fantastisch magische week. Het is volle maan. Nu de komende nacht. Dus ik zou zeggen, het is echt de tijd om te stoppen met die oude overtuigingen. Om echt de pijnen en de oude pijnlijke herinneringen rond de pandemie en zo meer, om die los te laten, om die mee te geven aan de aarde. Schrijf het op een papiertje, verbrand het in een vuurceremonie deze avond of vannacht of morgenochtend nog, kan ook nog. En schrijf ook tegelijkertijd op wat je wilt aantrekken, wat je wilt ervaren, wat je wilt manifesteren. Want de volle maan energie is niet alleen bevorderlijk om dingen los te laten, maar ook om nieuwe zaadjes te planten. De nieuwe maan natuurlijk nog iets meer, hè, door de donkere energie, maar het is ook allemaal hoe dat je ernaar kijkt. Zo, ik had echt stoppen, maar we zijn weer al bijna 21 minuten bezig. Zo, dat was tot de volgende. Dag!